volgen. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Welkom bij weer een nieuwe video. In deze video neem ik jullie mee in mijn dagelijkse routine hier in Spanje. Zoals jullie kunnen hebben zien, heb ik al lekker een koud badje genomen. Heerlijk om de dag mee te beginnen. Gelijk fris en fruitig, zodat je met volle energie de dag in kan gaan. Het is heel lang geleden dat ik het heb gedaan. En nu ga ik het weer dagelijks toepassen. Uiteraard beginnen we de dag met de Stay Disciplined Journal. Dit is de 2.0. De 1.0 heb ik 2 jaar geleden gemaakt. En dit is de 2.0. Super veel nieuwe toevoegingen en ik ben er heel blij mee. Dus mocht je hem nog niet hebben, bestel hem nu. Super waardevol. Ik gebruik hem zelf nu al 3 jaar. En ja, het is gewoon heel handig om al je doelen en dromen bij te houden. Om jezelf dagelijks scherp te houden. En ja, in mijn ogen gewoon een top journal om dagelijks in te zetten voor jezelf. Daarnaast ben ik een nieuw boek aan het lezen. Daar starten we de dag ook mee. Hoe bouw je een high performance organisatie? Zoals jullie hebben kunnen zien in de podcast samen met John Berends. Als je die uiteraard hebt gekeken, mocht je nog niet hebben gekeken, kijk die podcast na deze video. Gaf hij een boek aan, of vertelde hij een boek. En dat boek was Hoe bouw je een high performance organisatie? Het was een blauw boekje, maar dit is een nieuwe variant. Die blauwe kan je ook nog steeds bestellen. Die is wat simpeler, maar ik heb deze besteld. En ja, ik ben nu bladzijde 100 ongeveer. En ik vind het super waardevol, dit boekje. Waarom? Omdat als je dus echt een HPO-organisatie wil gaan bouwen, dus je wil echt een topteam bouwen, je wil gewoon zorgen dat iedereen op zijn volle 100% presteert, dan is dit boek zeker een aanrader. Dus ja, mocht je het interessant vinden, ik vind het super interessant. Ja, ik ben nu op bladzijde 100, dus ik kan er niet heel veel over vertellen. Maar het gaat in ieder geval over hoe je nou echt een goede organisatie kan maken. Waarin iedereen ook echt weet wat hij moet doen op een dagelijkse dag. En ook gewoon zijn taken uitvoert. Dus ik ben hem aan het lezen, super waardevol. Ik zal jullie uiteraard meer over gaan vertellen een keertje. En tot nu toe een heel goed boek. En daarna start ik de dag altijd met, dit is een litertje denk ik, litertje water om gewoon lekker te reinigen en de dag goed te beginnen. Dus al met al, we gaan er een mooie dag van maken. Dit is mijn een klein stukje van mijn ochtendroutine. Zometeen start ik met een teammeeting en dan gaan we de dag van start. Let's go. Uiteraard heb ik gisteravond al mijn planning gemaakt. Dus ik weet precies wat ik vandaag moet doen. Ik heb zojuist even mijn journal ingevuld en een stukje van het boek gelezen. En nu ga ik mijn dag opstarten. Het eerste wat ik altijd doe, en dat is wat ik ook wil dat jij dat gaat doen, is je bankrekening bekijken. Dit doe ik nu iets langer dan 2 maanden. En ik bekijk elke ochtend mijn bankrekening. Wat er nou is gebeurd. Ik heb hier ook een sheetje voor me. Die sheetje vul ik dagelijks in. Ik zal dat sheetje ook met jou gaan delen. Die kan je in de link hieronder kan je die gewoon pakken. En die ga je dagelijks invullen. Dus elke ochtend vul je jouw bankrekening. Als je bijvoorbeeld 5 bankrekeningen hebt voor je business, voor privé, voor misschien wel nog een business. Voor al je bankrekeningen die je hebt, die ga je dagelijks invullen. Dus je kijkt naar het saldo van vandaag. Die saldo ga je invullen. Dit is zo verschrikkelijk confronterend. En het gaat jou zo moken scherp houden. Vooral in 2023. Om gewoon je financiën op orde te krijgen. En mij helpt in ieder geval heel erg veel. Ik ben natuurlijk sowieso al gedisciplineerd voor mezelf. Maar door dit sheetje, ja, ben ik gewoon nog scherper. Weet ik nog meer wat erin en wat eruit gaat. En dat motiveert me alleen maar meer om gewoon door te knallen. Dus doe het in ieder geval 90 dagen. Doe gewoon een 90 dagen challenge. Met jezelf die bankrekening bijhouden. En mocht je het dan fijn vinden, ja, gebruik hem dan gewoon heel het jaar uiteraard. Dus dat is wat ik nu ga doen. Daarna ga ik een stukje voorbereiding voor de teammeeting van zometeen. En dan daarna gaan we naar de gym. Ik heb daar nog een kleine toevoeging op. Als jij in de plus komt, dan doe je in het vakje groen kleuren. Kom je in de min, dan doe je in het vakje rood kleuren. Zodat je ook echt ziet van, hey, nu ga ik plussen. En als je gaat minnen, dat je ook ziet van, hey, nu ga ik minnen. En onderaan, helemaal onderaan, staat er een doel. Dat is je target. Daar wil je naartoe. Wel een realistisch doel natuurlijk. En dat schrijf je op als doel zijnde. Dus je hebt nu 10.000 op je rekening, maar je wil 100.000 op je rekening. Over 90 dagen. En dat is dan je doel. En dan moet je ook echt naar dat doel gaan toewerken. Dat is in ieder geval hoe ik het doe. En ik zou zeggen heel veel plezier en succes ermee. En mocht er wat zijn, plaats in de comments. En dan kan ik je altijd verder helpen. Of stuur me uiteraard een DM op Instagram. En dan kan ik je altijd verder helpen. Elke ochtend, als ik mijn deep focus werk heb gedaan. Dat heb ik zojuist gedaan.
Dan pak ik even een bakje koffie, ga ik naar boven toe en kijk ik naar hoe de zon opkomt. In de tussentijd visualiseer ik wat de volgende stappen zijn in het leven. En wat ik het allermooiste vind als ik dan hier sta, ik voel me een soort van heel erg vrij, krachtig en een gevoel van dat je alles kan bereiken. En dat meen ik oprecht als je gewoon één momentje per dag pakt en dankbaar bent voor de dingen die je hebt bereikt, hebt gedaan. En vervolgens, ja, gewoon, ja, dit is dan wel echt uitzonderlijk. In mijn geval in Nederland is het ook voor mij minder, maar hier is het echt wel heel bijzonder. Dan heb ik gewoon echt die power van, ik kan alles bereiken wat ik maar wil. Ik geloof dat ik alles kan bereiken wat ik maar wil en we gaan er gewoon echt voor. Dus ik ga even genieten. Ik vind het echt geweldig en hier geniet ik gewoon echt dagelijks van. Maar volgens mij is het toen juist. Jullie weten het. Elke dag als je in de auto zit, podcast luisteren, blijven trainen en ontwikkelen. Ik weet het nog als de dag van gisteren, toen ik nog bij het Corps Mariniers werkte als VIP-chauffeur, 4 jaar geleden. Elke dag zat ik 5, 6, 7 uur in de auto en bleef ik mezelf gewoon ontwikkelen door heel de dag, als ik aan het rijden was, gewoon podcasten te luisteren. Dus als jij op dit moment nog vast zit of je wil gewoon verandering, in 2023, luister gewoon zoveel mogelijk podcasts of motivatievideo's in de auto. Ik deed dat elke dag en ik doe dat nog steeds elke dag. Omdat je elke dag ook moet proberen om 1% beter te worden. Nu gaan we naar de gym toe. Ik heb net nog even een teamcall gehad, zoals jullie hebben kunnen zien. Altijd belangrijk om de dag goed te beginnen. We doen het niet meer elke dag, we doen het 3 keer per week. Maandag, woensdag, vrijdag. Omdat elke dag wordt misschien ook te veel. En ik vind ook, het team moet ook gewoon, HBO-organisatie moet ook gewoon zelfstandig kunnen rammen. Dus ik neem zeker de dingen die ik uit het boek leer van HBO, neem ik gewoon mee. Dus dat is een van de dingen die we nu ook toepassen bij de business. We gaan nu naar de gym toe, we gaan jullie uiteraard meenemen. En vandaag wordt een hele mooie dag. Dus mocht je dit alvast tof vinden, abonneer. Dan ben je een rammer. Like. Dan ben je nog een hardere rammer. En dan zien we je zo. Aangekomen in de gym. We gaan een workout doen. Rug, schouders. Allereerst gaan we even 6 minuutjes opwarmen bij het roeien. Let's go. Zo, warming up. Vroeger deed ik dat nooit, hè. Ging ik gewoon gelijk aan die gewichten hangen. Tegenwoordig doe ik even een korte warming up, dat ik in ieder geval warm ben. Vooral als het wat kouder is, nu valt het wel mee, nu staat het zonnetje hier. Maar vooral als het wat kouder is, moet je even goed opwarmen. En met roeien is dat lekker, vooral als je rug en schouders gaat trainen. Nu beginnen we met deadlift. Dus we gaan kijken hoe ver we komen. Ik denk 120, 130, 140 om te lukken. Dus daar gaan we, man. Dit was hem hoor, 120. Meer dan dit gaat niet lukken. Komt dat ik ook niks heb gegeten. Eet pas na 12, hè. Oké, okay, next. Let's go. Nee, lig je nou in je gore nisje? He? Wat is dat voor gedrag, man? Ben je er al? Niet? Ik ben nog een jonge god, man. Het is pas net begonnen. Kom, de bedje uit en knallen. Let's go, man. Het komt niet aan bij je, jongens. Het komt niet aan bij je. Het wil toch de allerbeste zijn? Geloof me. Iemand anders, ja, die is nu harder aan het knallen als het jij bent. Pak ze. Gym sessie zit erop. Uur en een kwartier is meer dan genoeg. Nu doen we even een bakje koffie bij Rio Paddle Club. Even 10 minuten een kwartiertje in het zonnetje zitten. En dan gaan we zo meteen ons ontbijt pakken. Want wij eten pas
na 12 uur. Ik wil dat gaan testen, ik heb dat nog nooit gedaan. Intermediate fast noemen ze dat ook wel eens. Ik ben benieuwd hoe dat voor mij is. Ik eet dus om 12 uur, om 4 uur en om 8 uur, nou half 8, net voor 8 uur. Dus we gaan het testen, man. In ieder geval goede energie, vooral door dat koude badje 's ochtends. Nu zit ik ook nog vol energie, ik heb geen honger. Een bakje koffie doet natuurlijk ook wel veel. Ik heb er vanochtend eentje op en nu eentje. En dan gaan we zo lekker lunchen, man. Even genieten van het zonnetje, bakje erbij. En je bent helemaal het mannetje aan het begin van de dag. Ik ben jullie helemaal vergeten. Ik had zo'n honger. Maar ik heb hier de lunch voor me. Het ziet er nu niet meer het ziet er nog steeds smakelijk uit. Maar net zag het er echt super uit. Ik heb pancakes gemaakt. Eitjes in een blender. Banaan. Klein beetje havermout. Een schepje eiwitpoeder. Ga ik wel mee stoppen. Ik hoor dat het niet helemaal goed voor je is. Dus ik ga er waarschijnlijk mee stoppen. Maar het zit er nu wel in. Kiwietje. Blauwe bessen, framboosje, pure chocola, dus cacao, dus echt 100% cacao. Gewoon een paar van die blokjes eroverheen. Dit is echt lekker. Dit is mijn eerste maaltijd van de dag, dus ik geniet ook echt super hard. Net keihard getraind. Ik merk het niet echt in het trainen dat ik er last van heb, dat ik weinig energie of zo heb. Want juist door die power start in de ochtend valt dat best wel mee. Dus ja, we gaan lekker genieten, man. En dit is mijn eerste maaltijd van de dag. Zo, heerlijke lunch achter de rug. Nu gaan we de sleutels halen van een appartement die ik heb gehuurd voor mijn zus, mijn moeder en mijn twee neefjes. Ik heb ze uitgenodigd om lekker naar Spanje toe te komen, om even te genieten van het leven. En dat hebben ze uiteraard ook verdiend. Ze hebben altijd voor mij klaargestaan, ze steunen me altijd. En ik vind als je dan goede zaken aan het doen bent, dan mag je ook je familie een keertje laten zien hoe het hier zo is. Mijn zus is ook jarig geweest, dus daar is het ook een klein beetje voor. En ik wil ze gewoon even lekker laten genieten. Begin van het jaar, samen even bij elkaar komen en uiteraard mijn neefjes weer zien. Dus dat gaan we doen. We gaan ook eventjes nog wat spulletjes halen voor het huis. Dadelijk geven we even een rondleiding in ons penthouse. Vorige keer dat ik rondleiding door het penthouse liet zien, toen hadden we echt de oudere spullen nog. Die had ik eigenlijk gekregen bij de aankoop van het penthouse. Maar nu hebben we nieuwe spullen gekocht. Daar ben ik heel erg blij mee. Ook voor de huur. En de huur ga ik jullie dadelijk meer over vertellen. Want we hebben al flink wat huurinkomsten binnengehaald. Binnen een maand tijd. Dus dat is natuurlijk super. En we gaan even lekker werken bij ons favoriete restaurant Trocadero. Jongens, dit is echt niet normaal. Ik ging dus de sleutels ophalen van het appartement. En dat gaat gewoon op deze manier. Ik moest een code invoeren. En hier heb ik de sleutels ontvangen. Laten we hopen dat ze erin zitten. Kijk, top. Ze zitten erin. Dus die hebben we. Maar wel grappig hoe dat hier gaat. Ik heb dat zelf nog niet gedaan met mijn eigen penthouse. Maar wellicht is dat ook een optie. Als je gaat verhuren dat je helemaal geen sleutel hoeft af te geven. Scheelt je weer de kosten. Let's go. Zo, pellegrinoetje erbij. We zitten bij onze favoriete tent Trocadero. Ik ben benieuwd, wat drink jij? Spa rood of spa blauw? Laat het even weten in de comments. Dit is toch wel een fantastisch plekje. Ik kom hier heel graag. Zowel voor het eten, maar ook om even lekker te werken. Dus vandaag gaan we niet lunchen of eten. We gaan gewoon even lekker zitten om te werken. Zojuist nog even wat spulletjes gehaald voor het appartement. Het penthouse. En het is wel mooi. In één maand tijd hebben we gewoon bijna 9000 euro aan huurinkomsten kunnen behalen. En we zijn pas één maand verder. Alle boekingen staan al voor dit jaar, dus ik heb zojuist nog even de laatste reserveringen verwerkt. Maar dat is wel een goede zaak, want dat betekent dus, als ik nog 3000 euro binnenhaal, dat ik al mijn vaste last eruit heb en dat ik zelf gewoon kan gaan wanneer ik wil, zonder dat ik daarvoor hoef te betalen in principe. Want al die vaste lasten zijn gedekt en dat is toch wel goud. Dus ik zal jullie uiteraard blijven updaten hoe de status is hier met het verhuren. Ik krijg daar nog wel heel veel berichten over. Nee, hoe doe je dat allemaal? Natuurlijk zit er een beetje marketing achter. Gewoon mooie foto's, zodat je een goede titel hebt. Goede tekst in de beschrijving. Tips, tricks weggeeft. Mensen ook gelijk op een klantenbestand komen. Dus alle boekingen die ik heb, die zorgen gelijk voor dat het in een klantenbestand komt. In een Excel-bestandje, zodat ik altijd de aanbieding kan doen in de toekomst. Dus aan het begin is het gewoon heel erg investeren. Een flesje wijn klaarzetten voor die mensen. Of wat eten. Gewoon van die kleine dingetjes. Om echt een relatie op te bouwen met de gasten die komen. En ja, dat is denk ik wel nummer 1 regel voor mij in business. Maar ja, ook nu met het vastgoed. Relatie opbouwen. Echt waar. Relatie opbouwen met mensen is het allersterkste wat je kan doen. Ja, ik ben super tevreden tot nu toe. Eerste maand 9000 euro kunnen binnenhalen. Dus dat is natuurlijk goud. We gaan nu even lekker verder aan de business werken. En dan vanavond komt La Familia. Welkom in El Casa.
Vorige keer dat jullie dit hebben gezien was dit uiteraard nog niet. Ik heb het wel een aantal keer kunnen verhuren de vorige keer. Alleen nu is het echt helemaal spik en span. Dus ik zou zeggen, laten we een kijkje nemen. Yes, zoals jullie hebben kunnen zien, hebben we het een dikke upgrade gegeven. En dat moet natuurlijk ook wel, want je gaat het natuurlijk ook voor een goede prijs verhuren. Dus het moet helemaal spik en span zijn. Ik ben heel erg benieuwd, wat vind jij ervan? Zou jij dit hutje gaan huren als je lekker op vakantie wil? Of niet? Hij is al veel verhuurd zoals ik zei, dus daar ben ik super blij mee. En ik hoop uiteraard dat heel veel mensen er plezier van gaan hebben. Bubbelbadje op het dakterras, mooie hangmat, lichtstoelen, parasol, zonnewering. Het is helemaal af, man. Uiteraard blijft het gewoon telkens een klein beetje upgraden. Alleen als investeerder moet je ook gewoon nadenken van hey, er moet eerst weer geld in het laadje komen voordat je weer dingen kan gaan doen. En dat is hoe je financieel vrij gaat worden. Uiteindelijk het allermooiste is dat huurders, gasten dit penthouse af gaan betalen. Zoals ik al vaak heb verteld in mijn video's. Ja, als je gewoon huurinkomsten krijgt vanuit de gasten. Daarmee kan je hypotheek al je vaste lasten betalen. Dus dat is natuurlijk gewoon goud. Dat is life changing voor iedereen, denk ik. En dat is ook precies de reden waarom ik dat aan mensen leer met de geldmachine. Over Ultimate Mastermind gesproken. We zijn bezig met hele zieke dingen. Vandaag heb ik iets online gegooid. De Business Machine 2.0. We hadden vorig jaar de Business Machine gelanceerd. Dat was gewoon een 3 maanden persoonlijke begeleiding coachingstraject. Alleen daar was ik niet helemaal happy mee. Dus ik heb dat iets veranderd. Ik heb daar een 2-daagse live training in een zieke, op echt een zieke locatie met overnachting. Alles inclusief, eten, drinken, heel de mikmak heb ik geregeld. En daarna krijg je nog 3 maanden lang persoonlijke begeleiding. Dus maak eerst een gameplan in 2 dagen. Een strijdplan, zoals ik vaker zeg. En dan gaan we 3 maanden lang aan de bak. Veel beter, veel gestructureerder. En ja, het gaat ons ook gewoon veel meer opleveren. En uiteraard de klanten ook die dit gaan volgen. Het allermooiste is dat John Berends, waarmee ik de podcast heb opgenomen, mocht je hem nog niet hebben bekijken, check die podcast sowieso. Die doet ook mee met deze training. Dus hij is ook een trainer bij Ultimate Mastermind voor deze training, de Business Machine. Joop Opmeer, Thijs Offermeijer. Dus zo hebben jullie gewoon 4 succesvolle ondernemers als trainers zijnde. En in mijn ogen is dit echt een 2-daagse live trainingsprogramma die niet bestaat. Dit gaat zo next level worden. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen bij de eerste keer. De eerste keer is in maart. Maar ik denk echt net als de geldmachine, het gaat echt super succesvol worden. En de ondernemersmachine uiteraard ook. Die 2 trainingen zijn heel succesvol geworden. En met de business machine, de 2.0 versie, gaan we dat uiteraard ook fixen. Dus dat. Maar daarnaast zijn we ook nog met hele andere toffe dingen bezig. Zo zijn we bezig met een Discord. Dus we gaan een Discord openen, Discord community openen, om gewoon nog meer te netwerken met jullie, met klanten van Ultimate Mastermind. Ook voor niet betalende klanten gaan we dit openen, zodat jullie een beetje kunnen proeven van hey, wat is Ultimate Mastermind nou, wat kunnen we daar allemaal leren en is het wel eigenlijk een goed bedrijf? Natuurlijk zie je alle reviews op Google en zo en op Trustpilot. Maar alsnog wil ik jullie meer, ik wil meer openheid geven. En dat is iets wat ik al jarenlang doe. Documenteer eigenlijk alles. Als ik hier ook weer in het vastgoed zit, je kan alles terug van me kijken. Alle trainingen kan je altijd terug bekijken. De live dagen worden opgenomen. Alles is gewoon open en transparant. En we willen het gewoon nog meer, nog toegankelijker maken. Zodat we gewoon, ja, gewoon lekker heel veel mensen kunnen helpen in Nederland. Om gewoon het goede leven te gaan leven. En dat is de missie. Samen naar de top. We laten niemand achter. En jij hoort er uiteraard bij. Dus we hebben gehad. Trainingen zijn geüpgraded. Discord komt eraan. We gaan echt iets heel zieks. Ik heb het in de vorige video volgens mij ook al aangegeven. Ik wil er nog niet te veel over gaan vertellen. Maar het is in ieder geval een spel dat je kan spelen. Dat gaan we op de markt brengen. Ja, dat is zo next level. En ik ga daar binnenkort, ja, ik wilde er heel graag meer over vertellen, maar dat gaat gewoon nog niet. Maar we gaan het op de markt brengen en dat is echt heel ziek. Dat gaat echt heel ziek worden. Daarnaast komen de Stay Disciplined, heb ik niet aan, Stay Disciplined onderbroeken komen er ook aan. Dus dat is iets wat nog in de pijplijn zit. Stay Disciplined
Journal 2.0 is ook natuurlijk al live, dus die is ook echt super waardevol geworden. Ik ben benieuwd wat jij ervan gaat vinden als je me bestelt. Wat hebben we nog meer? Vastgoed in Spanje. Ik ben gewoon met klanten echt mega druk hier om vastgoed op te kopen. Ik geloof gewoon hier zo in het vastgoed. En ja, jullie zien natuurlijk alle resultaten, alle huurinkomsten deel ik ook gewoon met jullie. Dus het is gewoon booming hier en ik geloof dat het alleen nog maar gaat toenemen. Dus daar heb ik ook weer geluk. Ik weet niet of het geluk is of dat ik het goed heb gezien, maar ik ben hier vorig jaar heen gegaan in mijn eentje. Echt in mijn eentje ben ik gewoon gaan knallen. Dan heb ik hier gewoon mijn research gedaan. Ben ik gaan netwerken met mensen. Nee, ik ben niet bang. Ik ben niet bang om met mensen te gaan netwerken. Ik vind dat juist gaaf. Ik wil gewoon juist met die mensen zijn. Als ik hier makelaars ontmoet of met Nick bijvoorbeeld heb ik een goede band gekregen. Advocaten, ik wil gewoon met iedereen een band hebben zodat we samen naar de top kunnen gaan. Dus of het geluk is, weet ik niet. Heel veel mensen zeggen, ja, je hebt dadelijk weer geluk dat het allemaal gaat stijgen. Ja, ik weet het niet, weet je. Dit penthouse, €190.000. Weet je, voor hoeveel ik hem nu kan verkopen? €280.000, niet eens één jaar tijd. Ik heb daar een off-plan deal gekocht, hier vlakbij. €312.000. Volgend jaar, let op mijn woorden, als die bijna af is, gaan volgende maand beginnen met bouwen, is die sowieso 4,5 ton waard. Ja, weet je, het is geen geluk meer. En ook niet zeggen, ik heb geen geld, want dat is een kut excuusje. Ik had ook geen poen toen ik begon. Ik was ook gewoon een simpele marinier. Maar ik heb mezelf wel lopen trainen, dagelijks ontwikkelen, training kopen, in de schulden staan, beuken, rammen, niet slapen, sneller slapen, gas geven. Mensen lachen er altijd om, maar dat is wel hoe ik succesvol ben geworden. En dat is ook wat jij kan. Dus dit jaar ga je volledig op jezelf focussen. Je gaat knallen en je gaat van dit jaar een topjaar maken. Dus vastgoed in Spanje met klanten, super tof. Het is echt heel leuk om te doen. En ik heb er ook heel veel klanten mee al mogen helpen. 7 stuks nu. Er zitten er nu nog 8 waarmee ik bezig ben. Pff, wat heb ik nog meer voor jullie, man? Ik denk dat dat het wel een beetje is. Dus al met al, we zijn lekker druk met de business. Misschien, ik weet niet of ik het kan zeggen via YouTube, want misschien gaat het nooit gebeuren, maar ik ga het gewoon doen. Zoals ik altijd zeg, we gaan misschien een verhuurbedrijf hier in Spanje opzetten, omdat ik nu die skills en drills al een beetje aan het leren ben. Denk ik dat ik dadelijk wel alle hutjes die de klanten kopen ook in beheer kan nemen, zodat ik eigenlijk voor jullie gewoon kan zorgen dat het altijd verhuurd is. Dat ga ik nog niet 100% zeggen dat dat doorgaat. Maar ik wil het wel gezegd hebben dat ik daarmee bezig ben. Dus dat zit ook in de pijplijn. Kortom, we zijn gewoon aan het knallen, man. Ik ben bezig om met Ultra Mastermind de HPO te maken. Zoals John Beren zegt. High Performance Organisatie. En dat is wat we gaan doen. Nederland, jullie zijn niet ready voor Ultra Mastermind. Er komen grote dingen aan. Dit was slechts een warming up. We gaan knallen. Ik zie jullie dadelijk. Ben je net wakker? Ben je net wakker? Zo vriend, daar ben je dan. Ja. Wat vind je ervan? Cool. Mooi hè? Ja. Mooi huisje. Jij laat altijd mijn video's zien aan je vrienden hè? Ja. Wat vinden die daarvan? Leuk. Dus die gaan deze ook kijken of niet? Ja, soms. Morgen in de jacuzzi hè? Ja. Ja, dus nu even eten. Hey, hallo. Lachen Becky. Hallo. Zeg eens hallo. Hey, lachen Becky. Ik ga natuurlijk naar Spanje, ik ben hier ook. Maar we moeten even de auto die we hebben gehuurd, moeten we even parkeren. Maar dat lukt niet. We hebben al de garage geprobeerd. En ik heb samen met René heb ik gerend. En ik ben er buiten adem. Daar zijn we dan weer. Hey, jongens. Eindelijk. Man, we moesten even zoeken. Maar dan hebben we het. Wel mooi appartementje ook. Joe is gelijk boven. Kom eens, mama. Ja? Dan heb ik nog een douche. Mooi. Mooi hutje. Of niet? Mooi hutje. Mogen we even boven kijken? Nou jongens, penthouse voor de family. Het is heel netjes uit, moet ik zeggen. Het ziet er goed uit. Heel mooi. Maar dat jacuzzi dan? Zo mooi! Mama! Zo! Wauw! Hij is lekker gevuld. Oh, het is wel een beetje nat. Precies dezelfde als die wij hebben. Beetje nat, ja, meestal water nat. Leuk hoor. Mooi. Echt heel leuk. Kunnen zo zwaaien. Hij zit hier in daar. Hij zit daar. Precies eigenlijk in dit gebouw. Dat is helemaal toe. Dus morgenochtend kunnen we zo roepen naar elkaar. Ja. Hallo mensen. Kijk, dus dit is dan de woonkamer en zo. Ga ik even vloggen. Misschien hebben jullie het al gezien.
Dus kijk, dit is dan die van mij. Dit is dan de keuken bedoel ik. Met kastjes. En hier hebben we dan een trap. We hebben zelfs een jacuzzi. Kijk, hier hebben we dan gewoon de dingen, de deur. En hier hebben we de slaapkamer van mijn oma. Kijk, dan is dit de slaapkamer. Hier gaat ze, maar deze bed gaat ze nog hier doen. Dus de kast. Dan gaan we even naar boven. Dus ik en mijn moeder slapen hier dan. Gaan we naar de badkamer. Die vinden jullie vast heel mooi. Hier een hele mooie douche. Zo, hallo. En ja, hier nog de kasten. En nou, de jacuzzi buiten. En abonneer nou even, want die gaan niet. Dan gaan we naar beneden. En dit was de Joe vlog natuurlijk weer, later. De dag zit erop. Heel erg blij, heel erg dankbaar dat mijn familie hier nu is. Dat ik hen ook dit schitterende penthouse kan laten zien. Ook een heel mooi appartement hebben hun. Dus jullie zagen mijn neefje al lekker vloggen. Dus abonneer en like sowieso even deze video. Daarnaast ben ik gewoon heel erg blij dat jij deze video weer hebt gekeken. Dus 100 punten richting jou. En nogmaals, ik doe het allemaal om jullie te motiveren, inspireren. En om jullie gewoon mee te nemen in mijn verhaal. Dus wij gaan lekker naar bed toe. Morgen weer uiteraard de routine in, zoals jullie hebben kunnen zien. Vandaag was een topdag, mooie routine kunnen draaien. Ik hoop dat je er wat waardevolle informatie uit hebt kunnen halen. En dat je er zelf ook iets mee kan doen. In ieder geval, ik zit vol met energie, ook door mijn eetpatroon en alles. Dus ja, ik zit er helemaal lekker in. En uiteraard moet jij dat ook doen in 2023. Hartstikke bedankt, wij gaan naar bed toe en ik zie jou bij de volgende. Ciao!